NuMotion is een machinefabriek gespecialiseerd in conveyor- en handlingssystemen. Dat wil zoveel zeggen als bandtransporteurs, schakelbandtransporteurs, flessenkettingbanen, pallettransporteurs en alles wat op en rond een transporteur gebeurt. Je kunt ons zien als de verbindende schakel in een productielijn. Met onze klantspecifieke transporteurs zie je ons meer in de onverpakte producten terug. Met onze standaard transporteurlijnen zijn we meer te vinden bij de primaire en secundaire verpakkingen. Wij brengen dus de producten van en naar bijvoorbeeld flowpackers, naar casepackers, naar de dozensluiters en uiteindelijk naar de palletizers. En ook de volle paletten van de palletizers naar bijvoorbeeld de wikkelaars. Een meerwaarde van NuMotion is ook dat we de layout en de lijnbesturingen kunnen maken in samenspraak met de leveranciers van de standalone machines en de eindklant. We transporteren dus al dozen naar palletizers en van de palletizer naar een wikkelaar. Dus eigenlijk is de palletizer de missing link. Als je de kans krijgt om van meet af aan een nieuwe machine te ontwikkelen die klaar is voor de toekomst, dan is feedback uit de markt heel belangrijk. Bij stilstand duurt het vaak te lang voordat de operator de machine weer heeft opgestart. Onze uitdaging was een robuuste palletizer bouwen, betrouwbaar en compact. En vooral geen stilstand. We hebben gekozen voor een slim H-brug ontwerp, zodat we de gantry zo licht mogelijk kunnen houden. We hebben een telescopische mast aan boord, daar hebben we een loodcel in geïntegreerd, zodat we ook nog een controleweging kunnen doen. We hebben ook een lichtkrant aan boord, die de machinestatus kan aangeven. En natuurlijk het HMI, dat we zo hebben opgezet dat je intuïtief door het programma loopt. Dat is echt fantastisch. Het testmodel dat we een paar maanden geleden op een verpakkingsbeurs hebben gepresenteerd, draait sindsdien vol continu. En de robot heeft inmiddels meer dan 1 miljoen dozen gestapeld, zonder technische storingen. De palletizer heeft een prachtige cadans met 360 dozen per uur. De capaciteit van de palletizer is zo'n 200 tot 1000 dozen. We hebben de palletizer zo opgezet dat er standaard een grote verscheidenheid is van opstellingen. Qua invoerbanen, palletiseerposities, automatische palletinvoer en tussenlegveldmagazijnen. De aandrijving van de grijperarm was de grootste uitdaging. We gebruiken daarvoor 3 servomotoren. 1 op de telescopische arm voor de op- en neerbeweging en 2 voor de aandrijfriemen van de H-brug boven de pallet. Waardoor de grijperarm nauwkeurig in elke gewenste positie gebracht kan worden. De grijper zelf maakt een roterende beweging, waarvoor we een direct drive servomotor gekozen hebben. De integratie van die direct drive in de besturing bleek voor leveranciers een probleem, maar niet voor Omron. De ontwikkeling en uitvoering van de aansturing is verzorgd in nauwe samenwerking met de internationale technische afdelingen van Omron. Naast het leveren van de benodigde componenten, zoals controller en servomotoren, is op deze manier ook voorzien in de technische know-how. De realisatie is gedaan met Sysmac Studio, het platform van Omron voor de ontwikkeling en programmering van het hele systeem. Dus inclusief de interface, de controller en de servodrives. Dankzij deze geïntegreerde software tool heeft NuMotion het programmeertraject vanaf concept in 6 weken af kunnen ronden. Een belangrijke toevoeging aan onze machine is de grafische interface van Omron. De kwaliteit van het beeldscherm is buitengewoon goed en de bediening is heel eenvoudig. Via het beeldscherm kan de operator bijvoorbeeld korte instructievideo's bekijken. De interface werkt met pictogrammen en wizards voor palletselectie en palletbelading. De operator kan zo bijvoorbeeld zelf stapelpatronen definiëren en opslaan.